Nog geen 20 kilometer ten zuiden van Breda en niet ver van de Belgische grens ligt Zundert. Het is dinsdagochtend 14 april. In een huis aan de Achtmaalse weg, aan de rand van het centrum, is de dag vroeg begonnen. Het is 6:30 als de bewoner, een 85-jarige man, zijn tuin inloopt om zich te bekommeren om zijn dieren. Het is een dagelijks ritueel voor de man. Een paar uur later, het is dan 9:30 geworden, komt een kennis langs. Ze kennen elkaar goed, de kennis helpt de oudere bewoner zo nu en dan met boodschappen doen. Hij is tenslotte al een dagje ouder. Terwijl de twee binnen net in gesprek raken, lopen er twee mannen de tuin in. Toch wat verbaasd, want hij verwacht eigenlijk niks aan huis bezorgd, besluit hij om toch even te gaan kijken. Nee, hey, houd het over de deur. Ik heb helemaal niks besteld. Misschien voor de buren. Zo, wat? Als beide overvallers zich op de kennis richten, grijpt de oude man zijn kans. Hij vlucht naar buiten. Help, politie! Terwijl de man buiten om hulp roept, gaan de overvallers er weer vandoor. Waarschijnlijk hadden de overvallers niet op zoveel verzet gerekend, want binnen een paar minuten waren ze weg. En zonder buit gingen ze er vandoor in die zwarte BMW 1-serie die hier stond geparkeerd. En de eerste vraag die opkomt is natuurlijk: waarom nu juist hier? Waarom moest deze 85-jarige man overvallen worden? Als iemand iets kan vertellen over het motief van deze overval, neem dan contact op. Er zijn bewakingsbeelden. Een camera in de buurt heeft in elk geval één overvaller en een zwarte BMW vastgelegd. Iets voor het huis stopt hij. De man in DHL-kleding stapt uit. Op zijn gemak loopt hij naar het huis van de oude man. De BMW stapvoets achter hem aan, met mogelijk iemand achterin. De auto rijdt dan iets verder en stopt buiten beeld. Heeft u een vermoeden wie de man in de DHL-kleding zou kunnen zijn? Wat natuurlijk opvalt bij een van die overvallers is de werkkleding van DHL. Die koop je niet zomaar in de winkel. Hoe komen ze eraan? Is die kleding misschien ergens gestolen? Wie kan daar meer over vertellen? De auto waarmee de overvallers vluchten was een zwarte BMW 1-serie, die een paar dagen na de overval werd teruggevonden op de parkeerplaats van de begraafplaats Zegenstede in Roosendaal, aan de Rukversebaan. Die BMW was een paar dagen voor de overval in Breda gestolen, vanaf de Marktsingel. Ook al is het lang geleden, misschien herinnert u zich toch iets van het wegzetten van de auto. Misschien de diefstal. Ook als u denkt dat uw informatie niet belangrijk genoeg is, bel dan toch. Want soms zijn juist die kleine tips van onschatbare waarde. Dus heeft u een vermoeden wie de overvallers kunnen zijn of waarom nou juist bij deze 85-jarige man? Deel uw vermoeden met ons. De oude man leidt een rustig bestaan, met zijn hondje, aan de Achtmaalse weg in Zundert. Ook zijn kennis is al wat ouder. Beide mannen zijn dus al wat op leeftijd en deze overval heeft diepe indruk op ze gemaakt. Tot op de dag van vandaag hebben ze het er allebei nog moeilijk mee. Wie zijn die overvallers? Weet u meer over de DHL-kleding? Bel met de tiplijn op 0800 60 70. Anoniem kunt u informatie delen via 0800 7000. En in deze zaak kunt u ook rechtstreeks bellen met het team Criminele Inlichtingen.